Hoi, ik ben Sarah en in deze vlog leg ik je uit hoe jij als jonge ouder de voogdij voor je kinderen goed kunt regelen. Je kunt de voogdij op twee manieren regelen. Je kunt de voogd laten benoemen in je testament bij de notaris. Maar je kunt de voogd ook laten inschrijven bij het gezagsregister van de rechtbank. Als je voor de laatste optie kiest, dan kies je voor de kosteloze mogelijkheid. En dat is vooral prima als je een standaardregeling wil opnemen. Je kunt bij dat register maar één voogd benoemen. Je kunt geen bijzondere wensen opnemen en het is een openbaar register. En dat betekent dat iedereen inzage kan nemen van het register. Als je een bijzondere situatie hebt, je kunt denken aan het hebben van kindjes uit een eerdere relatie, als je meerdere voogden wilt benoemen, of als je bijzondere wensen over de invulling van de voogdij wil meegeven aan de voogd, dan is het een goede manier om dat bij de notaris in je testament vast te laten leggen. Wil je meer lezen over wat voogdij inhoudt? Lees dan de blog van mijn collega Marjolein. En wat ik je met deze vlog wil meegeven, is dat het allerbelangrijkste is dat je de voogdij vastlegt.